Thank you. Dat lijkt een redelijk simpele plaat. Omhoog, dat is een beetje het probleem. Oh nee, niet. Stop met naar mij te zoeken. Ik moet naar de zelf. Oh nee, niet. Ik ga niet naar de zelf. Ik ga naar die andere locatie. Naar waar ik die andere drie missies heb geaccepteerd. En dat zijn drie landmissies. In plaats van één zeemissie. En die zeemissie is nog best wel vervelend ook. Dus. Was dat in Kingston? Ik weet al dat ik hier drie missies open heb staan, dus. Eentje daar en ik heb er twee deze kant op.
Oh, wacht, ik heb geld en... Oeh, ik heb al genoeg geld om het te kunnen doen. Hey, dingetje. Suiker, dat is mooi. ...25% of total? Wat? Oké. Tijd om een eentje te kopen. Maar als ik hem heb gekocht, dan ga ik daarna wel gewoon... Wat nou? Dan ga ik daarna wel gewoon... ik ga niet de missie zelf doen. What might you be requiring? Diving bell. Ah, hier. Excellent. Good day. Dan deze laatste ongeveer 8 minuten ga ik gewoon die missies doen. Punt om terug op het land te gaan is gewoon die kant op blijven gaan. Oké. Okay. Doe ik alleen deze twee assassin contracts nog en dan daarna is waarschijnlijk de recording klaar als het gaat om tijd. Moet ik toch zeggen, ik heb twee geheel nieuwe wapens, dus de twee geheel nieuwe pistolen, dus ik zal daarmee het meer damage kunnen doen. Voor mij hebben ze meer damage op zitten. Dat maakt niet uit, zolang ze maar beter zijn dan de vorige, dat vind ik het best. Ik denk dat als ik zo meteen Unity inga, dat ik dan wel echt op mijn wapens moet gaan letten, want ik weet hoe erg dat spel is. En dan ga ik ook een beetje de skills moeten letten, dus dan ga ik gewoon de juiste upgrades moeten doen op het juiste moment. En waarschijnlijk zal ik ook mijn iPad koppelen, dus het kan best zijn dat... De fuck, waarom ga je ineens niet meer zo snel? In ieder geval, de Companion app die zorgt er ook voor dat je dingen ermee kan doen. Chest en zo kan laten verschijnen volgens mij. Of gewoon dat soort dingetjes. Nou ja, het lijkt me handig. Dat was het volgens mij, ik weet het niet 100% maar zeker. Het is ook weer heel lang geleden dat ik Unity heb gespeeld. Ik denk eerst de 2 weken dat die uitkomt, of eerst een maand en dat was alles.
Weet ik eerst op Chewpoint ga. Ik wil niet nog een keertje zo'n stuk hoeven te zwemmen mocht het een keer nodig zijn. Wat? Oh, het is daar. Nee, niet. Ik wil gewoon hangen. Moet ik hem niet nog een keer synchroniseren? Oh, daar staat hij. Dat kan ook. Waar denk ik dat ik naartoe ga? Nou, ontsnappen. Kan ik nu ook gelijk fast travel of is dat... Kan gewoon, oké, mijn best. Ja, dan is deze assassination missie de laatste. Alleen even een tijdje daar naartoe rennen, dat is misschien het enigste. Trouwt ook alvast mijn Go Crazy Dart selecteren. Nee, niet hierop. Nee, fucking hier omhoog. Mooi zo. Maakt niet uit dat ik nou pas een combat ga. Ik ging niet eens voor het warehouse. Daarentegen, het kan me wel eventjes een paar leuke resources geven.
Ik moet gewoon die kerel er vinden. Weet je wat? Ik doe deze nog eventjes als een extra missietje. Ik bedoel 5 minuten extra of zo, dan kan geen kwaad. For God's sake. Jij moet helemaal meer. Thank you. Het is daarna binnen 5 minuten gebeurd dus. You there. Oh, oh, you scum. Christ, there he is. Moest mijn zijn kill nog even doorsnijden. Toen tijd de credits het waarhuis ook eens een keertje gereden, want je kan best wel het spullen ervoor krijgen, ook je
schip mee te upgraden. In ieder geval, dat was het voor over deze keer. Laat je sowieso in de beschrijving. Volgende keer ga ik verder met de verhaallijn. Misschien nog eventjes een baarhuis reden. Misschien de volgende keer een baarhuis raid sessie kan doen. Wie weet, ligt er aan. Misschien dat ik nog goede shit uithaal. In ieder geval, ik ga het heel simpel maken. En dat is tot de volgende keer.